Namens Sportclub Cambuur van harte welkom. U bent live op televisie, dat wil zeggen live op de livestream van Omroep Friesland. Waarbij wij vandaag presenteren het slechtst bewaarde geheim in de voetbalwereld. U weet allemaal wat er gaat gebeuren en toch denkt u van ik wil erbij zijn. Dan moet er toch een bepaald verwachtingspatroon zijn ontstaan lijkt mij. En dat u gelijk hebt. Fijn dat u er bent, want het is toch wel een memorabel moment in de club. Daarover straks meer. Ik zei het al, het is het slechtst bewaarde geheim in de voetbalwereld van de afgelopen week. Ik denk dat er zelden zoveel kennis en informatie bij het journaaien was om te weten wie er hier vandaag gepresenteerd zou worden. En toch gaan we dat officieel nog even doen. Daarvoor wil ik u nogmaals van harte welkom heten. En daarvoor wil ik Arthur Graaf, de financieel manager van Cambuur, financieel directeur, graag even naar voren halen. Want Art zegt van ja, als er dan toch iets onthuld moet worden, dan wil ik dat graag zelf even doen. Art, ik geef jou daarvoor de ruimte. Wat is de onthulling die wij hier vandaag voor dit grote publiek gaan presenteren? Je komt ons er mooi aan, Geert. Schitterend dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. Welkom allemaal. Maar iedereen weet natuurlijk, we hebben het vanochtend al een beetje laten lekken, dat wij vandaag het sponsorcontract met bouwgroep Dijkstra Draaisma hebben weten te verlengen. Zij staan volgend jaar voor het 10e seizoen op rij op het shirt van Cambuur. En daar zijn we heel trots op. Dat lijkt mij ook. Nou, dan zijn we klaar, hè? We zijn klaar. Ik dank u wel voor de komst. Oké, dankjewel, Art. Ik zei het al, het was het slechts bewaarde geheim. Maar dit wisten jullie nog niet. Voor het 10e seizoen Dijkstra Draaisma op het prachtige geelblauwe shirt van Cambuur. Maar natuurlijk komt hij voor wat anders. En voordat we die twee mensen bij u gaan introduceren, toch even een korte terugblik op wat er allemaal in de aanloop naar dit moment is gebeurd met de technisch manager van Sportclub Cambuur, Fouke Boy. Hij stond zo net nog rechts van mij. Ja, hij komt nou. Nou, laten we het hier even doen, Fouke. We staan mooi in het licht. Laten we even terugkijken. Vertel ons even wanneer zijn de eerste contacten gelegd met Henk en met Sandor. Nou, we hebben eerst met de huidige staf gesprekken gevoerd. En toen we uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat we niet door wilden, toen zijn we daarna door gaan schakelen. En dus hebben we vorige week is er eerste contact geweest. Hebben we gesprekken gehad afgelopen weekend. En uiteindelijk is het heel snel gegaan. Ja, want je zegt vorige week pas en heel snel gegaan. Het idee bestond dat deze contacten er al langer waren. Dat is dus niet waar? Nee, ik heb vorige week is er contact geweest. Dan hebben we in het afgelopen weekend voor het eerst ook met elkaar gesproken. En ik vind ook dat je dat netjes moet doen. Want je hebt ook mensen waar je nog mee werkt en waar je het seizoen goed mee wil afmaken. Daar moet je ook respect voor hebben. Ja. En dus is de keus gevallen op Henk en Sandor. Daar kan ik van alles bij bedenken. Wat was jouw reden om juist op deze mensen terug te vallen? Nou, ze kwamen vrij. Zo was het ook. Daar begint het mee. En daar begint het mee. Ze wilden heel graag terug. Nou, en wij hadden met elkaar in onderling overleg besloten met René Haken van dat we niet door zouden gaan. Ja, en als dat een moment komt dat Henk en Sandor vrij zijn, ja, toen zijn we snel gaan schakelen. En wat is het idee? Ja, we hebben een stip aan de horizon. We weten sinds een maand dat het nieuwe stadion er definitief gaat komen. Ja, dat geeft zoveel energie in een club die langzaam aan het wegzakken is, een nieuwe boost. En dan hebben we ook gezegd van ja, dan zijn we ook op zoek naar nieuwe energie. En ik denk met Henk en Sandor, ja, die hoef ik niet te introduceren aan iedereen, maar ja, dat we die energie daarmee krijgen richting de toekomst. Dus het moet allemaal, alles moet mee omhoog. Natuurlijk het team, natuurlijk iedereen die er werkt, maar ja, dat gaat ons weer verder helpen naar de toekomst. Ja, want je zei, een nieuwe boost betekent, je gaf het ook wel een beetje aan, dat het allemaal een beetje te veel aan de fletse kant was de laatste tijd. Nou, een nieuwe boost is dat je in ieder geval kijkt naar een andere persoon en die de club ook kent. En Henk kent de club als geen ander. En iedereen kent hoe hij is. Nou, die energie, daar waren we naar op zoek. Dan kun je wel zeggen van achterom kijken, maar dat heeft geen zin. Want ook René heeft prima werk gedaan. Ja. Nou ja, goed, we gaan ook vooruit kijken. Jullie hebben ze binnen. Laten we even wat zakelijk. Voor hoe lang heb je ze binnen? Hoe lang is de contract duur? Want daar willen we toch wel even enige zekerheid over. Ja, dat kan. Ik wil weten. Dat mag jij zeggen, ik weet het niet, hè? Oké, nou, ik dacht dat ook al bekend was inmiddels, maar. Nou, we weten het wel een beetje. Oké, nou zie je wel. Je weet het al. Maar jij mag het zeggen. Ik mag het zeggen. De komende 3 jaar. De komende 3 jaar. En dan staat het stadion er ook, hè? Horst, ja.
Want dat was met nadruk ook wel de gedachte erachter, continuïteit aanbrengen met de mensen die we willen hebben, hè? Ja, absoluut. Continuïteit met de mensen die we halen, die in die richting de club mee moeten helpen opbouwen naar de toekomst. Nou, en daar zit ook de jeugdopleiding, die zit daar natuurlijk ook weer achter. En daar zijn we ook bezig om die continuïteit te waarborgen, dat we ook een eigen identiteit hebben met opgeleide jongens. Dus we zijn gewoon hard aan de gang en het nieuwe stadion en het enthousiasme van onze supporters, ja, dat maakt ons uniek. En dan nog een nieuwe selectie, hè? Absoluut, tuurlijk. Er lopen veel contracten af, dus er is genoeg werk te doen. En daar gaan we dan ook samen weer mee aan de slag. Okay. Dankjewel, Fouke. Veel succes ermee. Dankjewel. We blijven je volgen. Dames en heren, we houden het ook niet langer... We houden het ook langer niet visueel geheim. Ze zijn hier gewoon aanwezig in het WTC Expo. U hebt al 2 keer geapplaudisseerd. Laat het ovatie dan maar komen, zou ik zeggen. De nieuwe trainerstaf voor 2019. Sander van der Heijden en Henk de Jong. Nee, plaats jongens. Ja, dus... Ja, nou, wij jij wilt hoofdtrainer, wij passen ons aan, hè. Dat is duidelijk. Kom tussen jullie eerst zitten. Ga maar elk aan de kant zitten. Dat is wel goed. Jullie krijgen een microfoon van onze technicus. En dan zijn we zover. Ik kom gewoon tussen jullie in zitten. Zodat wij... En je kunt je eigen microfoon gebruiken. Gebruik die wel goed. Dat wil zeggen, praat heel goed dicht in die microfoon, zodat de mensen jullie kunnen verstaan. Henk de Jong, welkom thuis. Dankjewel. Dit voelt goed. Zo, wat de mensen. Mooi dat jullie er zijn. Top. Echt mooi, hè? Ja, dit is echt een kippen. Toen jij bedacht, ik kan eigenlijk bij Kamp, bij Graafschap niet verder vanwege gezinsomstandigheden, dacht je toen direct al aan Cambuur? Jawel, alleen ze moeten eerst wel bellen. En als ze niet bellen, dan we niet naar Cambuur. Zo simpel is het. Ze belden pas laat dus, begreep ik net van Fouke. Ja, ze belden pas laat, maar toen was het ook snel klaar. Want? Nou, er is maar één club eigenlijk waar het... Maar er was nog wel wat vrij. Zwolle was bij misschien ook. Oh ja, sorry, ja. Zwolle was vrij natuurlijk. Nou, maar er is wel meer aan de hand. Maar wij hebben gewoon samen... Kijk, we hebben gezegd, we gaan samen door. En nou ja, we kunnen het allemaal hier alleen maar doorgaan. Waar moeten we anders doorgaan? En, dus daar gaan we voor. Ja. Het is in ieder geval lekker dicht bij huis. Dat mogen we constateren. Het is een contract voor 3 jaar. En de druk ligt nu bij jullie. Er moet wat gebeuren. Er moet nieuwe energie in de club. Er moet van alles gebeuren. Het is een prachtige uitdaging, Henk. Ja, maar anders hadden we ook niet gekomen. Als de mensen niets willen, dan komen wij niet. Dus we moeten vooruit. En we moeten zien dat het stadion vol zit. En we moeten ook weer naar de Eredivisie. En dat gaan we doen ook. En wat mooi is voor ons, het nieuwe stadion komt. Ja, dat is uniek om mee te maken. Ik heb dat bij Heracles meegemaakt, bij FC Groningen meegemaakt. Ja, en dan gaat er wat gebeuren met een club. En dan haal je andere clubs in. Ja, want wat is nou eigenlijk voor jou dan de reden geweest om te zeggen van ik wil weer met Cambuur in Zee? Is dat toch dan een beetje dat, laat ik zeggen, dat oergevoel wat er wel in zit in de richting van de club? Of is dat die stip op de horizon die het nieuwe stadion heeft? Waar ligt de nadruk eigenlijk? Nou, dat ligt gewoon op het gevoel van de mensen wat wij krijgen. De warmte die wij... Art was de eerste die dan contact legde en daarna kwam de rest. Hè. Maar je voelde direct de warmte en toen het 1 keer ging rondzingen. Ja, Sander, we kregen berichtjes op de telefoon. We konden er niet eens meer onderuit. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Nee, ik heb ook gezegd, het is het slechts bewaarde geheim in de voetbalwereld. Want het regende berichten, hè, van mensen naar jullie toe. Ik zat gisteren te eten met een groep mensen en in 1 keer gaat die telefoon... En ik moest het verhaaltje vertellen, maar dan ging die telefoon ineens door. En in 1 keer had ik 134 berichten. 134 in 1,5 uur. Ik denk, nou wat is er? Maar had iemand het even verteld. Maar dat is ook wel mooi, want dan is die hele club weer in de reuring. Prachtig. Ja, mooi. En kijk eens om je heen, hoeveel mensen er op jullie afkomen. Dat is toch wel, dat moet een goed gevoel geven, toch? Hè? Ja, dit is wel heel mooi. Ja. Voor jou ook, Sander. Je kunt de waterpoort weer zien, man. Machtig mooi. Ja, dat is zeker mooi. Maar dit is voor ons... 3,5 jaar geleden was dit verhaal, hè, de club kwam was even voorbij, altijd gezegd van ooit komen we weer terug. En dat het nu na 3,5 jaar alweer zo is, dat is, had ik zelf op dat moment niet verwacht dat het zo snel zou zijn, maar het is wel ontzettend mooi dat dit weer gebeurt. Wat is voor jou de reden geweest om toch te zeggen van ik ga weer met Henk mee? Is dat omdat je per definitie met Henk meegaat of heeft dat ook iets met de club te maken? Nou, dat is beide. De club, dat hoef ik niet uit te leggen. Ik heb hier al 18 jaar
nou, ben ik werkzaam geweest hier bij deze mooie club. Dus dat hoeft geen uitleg, heeft geen uitleg nodig. En daarnaast weet iedereen hoe wij samenwerken. Dus dat is ook geen geheim hoe wij samenwerken, dat we het elk jaar zo doen. En het vertrouwen is blind en we gaan gewoon samen altijd door. En dat hebben we ook uitgesproken. Ja. Dus dat is niet zo moeilijk. Nee, ik wil ook niet te veel achterom kijken. Toch is er wel er is wel iets gebeurd natuurlijk met jou bij de club hier in het verleden. Dat is helemaal weg. Dat is helemaal weggepoest, is uitgesproken. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat zal ik nog één keer uitleggen. Ja. En dan houden we erover op, hoor. Ja, dat moet ook, want dat is al lang een gesloten boek. Kijk, op dat moment is dat toen gebeurd. En de voorzitter heeft toen een keus gemaakt. En daar heb ik het ook met hem over gehad daarna. En dat is allemaal uitgesproken. Dus laat ik dat ook even uit de wereld helpen. Maar op dat moment moest de voorzitter op dat moment een keus maken, omdat hij vond dat er iets moest gebeuren. Nou, dat is logisch, want als je een bedrijf hebt, dan moet je wel eens iets doen om het bedrijf beter te laten lopen. En vooraf weet je nooit of die keus juist is, maar op dat moment was het de juiste keus, vond hij. Nou, daar moet je respect voor hebben. Dat vond ik op dat moment niet leuk, zo simpel is het ook. Want ik vond het niet terecht. Alleen, ja, weet je, dat is een keus van een voorzitter op dat moment. Hebben we over gesproken, klaar. En achteraf, moet ik eerlijk zeggen, is het misschien wel de beste keus geweest die hij voor mij heeft gemaakt. Hè, dus ik mocht toen trainer worden voor IJsselmeervogels. Hele mooie tijd gehad. Nu bij de Graafschap samen met Henk. Dus achteraf is het gewoon een hele mooie keuze geweest. En ben ik hem daar eeuwig dankbaar voor. Op dat moment niet. Maar en dat is ook allemaal uitgesproken. En dat is goed en dat is prima zo. En dat is ook het verhaal. Meer is niet. Nee, maar dan hebben we dat nou toch even duidelijk uitgesproken. Ja. Begin ik er nooit weer over. Henk, er is wel werk aan de winkel, hebben we net geconstateerd ook. Ik vind het wel mooi dat Ipe Smit vorig seizoen heeft gezegd, daarom zitten we ook hier, hè. Dat Ipe Smit vorig jaar heeft gezegd, dit had nooit zo gemoeten. Dat vind ik ook groot van hem. En vandaar zitten we hier. Ja. Want ik kan me herinneren bij de wedstrijd Cambuur de Graafschap vorig jaar januari, dat dit al uit de wereld is geholpen, hè? Juist. En ook met Fouke Boy heb ik gezeten. We hebben ook wel je geeft een antwoord op de vraag voor die gesteld is, heel goed. Maar dat maak ik ook direct weg. Voeken hebben we vorig jaar al zitten te eten. Dus dat is ook hartstikke goed. En dan gaan we mooi mee aan de slag. En de voetballerij is de voetballerij. En er wordt wel eens een keer wat gezegd. En daarna is het over. Hè? En meer is het niet. En nu gaan we gas geven richting de toekomst. Ja. En gas geven richting de toekomst wil zeggen, je hebt het al een beetje genoemd, toch weer toewerken naar een promotie naar de Eredivisie. En moet dat in die 3 jaar gebeuren of is dat iets wat in het verschiet ligt als jullie in het nieuwe stadion zitten? Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, we willen in ieder geval het stadion proberen vol te spelen en dat gaat ook met resultaten. Maar je weet hoe wij over voetbal denken. Het publiek moet het leuk vinden, dat hebben we nu bij de Graafschap ook. Hè, we hebben nu een beetje hulp van een aantal jongens die helpen ons, hè, spelers. En nu kunnen we weer ons eigen spel spelen. En je ziet waar het toe leidt. Het stadion zit aan de kop toe vol. En er zit zwoeng in de hele club. Nou, dat willen we hier in Leeuwarden ook hebben. Ja, dat lijkt me ook. Nou, dankjewel jongens. Ik vind het mooi dat jullie weer terug zijn. En ik ben daar denk ik niet de enige in. Ik ga even Hampie Bakker naar voren roepen. Dat is het erelid. Ja, een beter erelid van de club krijg je natuurlijk niet. Nou ja, moet ik er wel even bij vertellen. Toen hij in 1964... naar Cambuur dacht te gaan, toen zei de trainer, we willen niet. toen wilden ze je niet, Hampie. Nee, maar zo gaat het in de voetballerij. En in die jaren kwam het, omdat ik nou al een vrij stevige speler was, dat de voorzitter van toen, die vond dat ik veel te hard was en dat kon je niet hebben bij Cambuur. Nee. En toen zei hij, we stoppen. Althans, je gaat niet mee naar Cambuur. Nee. Maar goed. Een aantal jaren daarna ben ik toch weer bij Cambuur gekomen. En ik ben inmiddels vanaf 1985 weer helemaal in de gelederen bij Cambuur. Absoluut. En we zien jou iedere thuiswedstrijd de scheidsrechters met alle elan ontvangen. Dus een prachtige taak voor je weggelegd. Ja. En nu ook, want wat ga je doen? Wat wil je doen? Nou, ik zal eventjes de bloemetjes... De bloemetjes buiten zetten. Ja, de bloemetjes uitdelen. Ja, precies. Nou, dat lijkt me een heel goede zaak. Nou ja, mooier kan het natuurlijk niet. Het erelid Hampie Bakker, dames en heren. Met de bloemen voor Henk de Jong en de bloemen voor Sander van der Heijden. Ja, even mooi op de foto met z'n drieën natuurlijk. Met dit clubicoon, want dat mogen we toch wel stellen. Even de andere kant op, ja.
Oké, dankjewel Hampie, hartstikke mooi, dankjewel. Voor de bloemen. Blijf in de buurt jongens, want er staan hier de nodige journalisten klaar om interviews te willen maken met de nieuwe trainers. De livestream van de Omroep zet ik er even bij. Bedoel even in de lof, want wij komen als eerste met een interview met Henk de Jong. En daarna komen wij met meer interviews, maar dat zie je dan wel. Voor hier, dames en heren, sluiten wij het verhaal af. Leuk dat u er was, fijn. Blijft u nog even hangen. Praat nog even met dezegene, met de nieuwe trainers vooral ook. Hartelijk dank voor uw komst naar hier, naar het WTC, naar het prachtige Cambuurplein. Waar we getuigen zijn geweest van de introductie van twee nieuwe trainers die we al lang kennen. Henk de Jong en Sander van der Heijden. Dank voor uw komst en graag tot de volgende keer.